Ik veel. Ja, we zijn hier vandaag met een bijzondere klant uit Den Haag. Stel je even voor, Pik. Ja jongens, daar zijn we dan. Eindelijk, Alex Soosje. Met Exhibition Only. Papa, hoe is je naam eigenlijk, Pik? Guido. Ja, papa Guido. Ik ken hem als Life of Papa. Ik kwam hem hier tegen op de parking. Hij zegt, ik sta zonder benzine. Hij had rode diesel gekocht. Ja, veel goedkoper, zegt hij. Maar ja, uiteindelijk is goedkoop duurkoop. Hoor eens. En dan krijg je van mij een lip. Hey, zullen wij eens langs Schaap en Citroen in Groningen? Ja, we gaan langs. Ik heb gehoord dat ze daar een mooie... Even een raampje dicht. Een mooie Batman hebben liggen. Serieus? Ja man. Die moet ik hebben. Ik word elke keer weggestuurd. Heb je geld bij je? Ja. Alles hebben we bij ons. Okay, pinpassen, alles. Dus, Oké, helemaal goed. We kunnen er twee kopen ook als we willen. Ik laat me niet zo, ik laat me niet zo snel wegsturen. Hij moet mee. Gezellig. Ik heb er zin in. Ik ben zelf ook klant bij Schaap en Citroen. Soms doen ze de deur wel open, soms niet. Het is altijd even afwachten met wat voor mij ben. Kom helemaal goed, Guido. Oké, we gaan lachen. Ik heb er zin in, man. Ik heb er ook zin in. We gaan lachen. Ik ben al een eindje onderweg. Je komt nu van waar ben je gereden dan? Vanaf Den Haag, man. Oh, vanaf Den Haag. Gewoon vanaf Den Haag. Ja, hij gaf van de week aan 2 uur. Vanmorgen stapten we in 2,5. Dus ik weet niet wat er aan de hand was met dat ding. Ik weet het niet. Misschien ligt hij gewoon, die navigatie. Hé, Mar? Misschien is die navigatie ook zo'n Haagse bluffer. Ja, dat denk ik. Maar ik ben nog nooit hier geweest. Ik vind het echt leuk. Ja. Sowieso stond het ons op ons lijstje. Want we gaan elk weekend gaan wij op pad. Ja, dan blijf je ook. He? Blijf je ook? Nee, we gaan wel, want morgen is. Zij doet opleiding, had ik toch gezegd. Zo, ja. Morris. Nou, we knallen hier nu eventjes. 180, 190. 190. Mooi hè. Kikken. Oké, jongens, komen zo terug met een nieuw update. Van Groningen binnen. Blijf nog even hangen. Oh, nog even blijven. Ja, maar okay, dit is YouTube. YouTube hoeft niet spannend te zijn. Ah, dat is de mensen die gaan gewoon kijken wat je gaat doen en er kan ook gewoon een stilte. Oh, okay, of niet de hele tijd actie, okay. Maar er gebeurt altijd wel iets. Zijn we live nu dan? We zijn nu niet live, we gaan dit straks wel posten op YouTube. Okay. En zo zien de mensen op YouTube een beetje wat mij bezighoudt op de dag. En dat volgen ze dan. Oh, dat is wel kicken. Ga ik en dan hebben ze allemaal commentaar. Dan zeggen ze, hij heeft weer gesnoven en dan denk ik, nee, het is hooikoorts. Want als ik gesnoven heb, heb ik geen last van mooie koorts, weet je wel, zulke dingen. En dat kan hij toch niet zeggen waar zijn kind bij is, Guido, zulke dingen. Oh ja, van die haters. Ja, maar daar leef ik ook op. Veel, die haters, die kijken mijn filmpjes. Is belangrijk. En daar krijg ik inkomsten van. Zo ik vind de haters de belangrijkste. Ja, dat zijn je grootste fans, vriend. Maar ik reageer daar nooit op, jij wel? Nee, je hebt ook geen zin. Je hebt totaal geen zin. Maar er zijn er ook bij die blijven volhouden. Ja, die zeker. Herken ik gelijk aan het fotootje. Jongen, ik heb mensen die bellen mijn hele directie af. Dat ze nog geld van me krijgen. Die zijn gewoon, die hebben een heel hun hele leven aan mij gewijd. Want ik heb echt een fanclub, haters. Ja. En die bij elk filmpje haatopmerkingen. Ja, standaard mooi, als eerste. En dan denk ik zo, lekker. Nee, dat moet je onthouden, Guido, dat zijn je grootste fans, man. Ja, heb wel. Nou, je grootste fan zit hier naast je, man. Exhibition only, hè? Prachtig. Ik zag voor het eerst een filmpje van deze man. Ik denk, met hem wil ik op de film. Ik vond hem zo strak. Maar goed, uiteindelijk zitten we hier nu naast elkaar. Gaan we samen naar Schaap en Citroen. Ja, kikken man. Hij moet vandaag mee gewoon. Al een half jaar sturen ze me weg. Dit is ook heel dik. Ja, mooie auto. Heel mooie auto. Ja, een lullenbak man. Maar 2 jaartjes al dat YouTube. Ja, nou, ik denk vanaf de corona eigenlijk. Oké. Okay. En jij dan? Want ik zie jou... Dit is vorig jaar begonnen met dat die kinderen zeiden... Ik maakte verhalen op Insta. Yeah. En toen zeiden ze, toen zei haar dochter die zat, vakantie was het toch Mark? Ja. Toen zei ze, je moet op TikTok gaan. Ik zei, nee man, dat is voor kinderen. Yeah. Maar ik wist mijn middelste dochter, die was al 3 keer van TikTok gelazerd. Yeah. Maar want die is 15. Maar die had wel elke keer 4.000-5.000 volgers. Heel snel. Yeah. Maakte echt leuke filmpjes. Maar elke keer werd ze eraf gegooid. Dus die ging ik vragen, hoe werkt dat dan? Toen zei ze, ja moet je dat doen. Dus ik ging die verhalen doen. Nou, mijn eerste filmpje ging gelijk, boem! Ja. Maar ik weet niet, volgens maakt nog niet zoveel uit, maar jouw filmpjes worden heel goed bekeken, Pik. Dat is goed, ja. Dat is belangrijk. Kijk, ik heb wel veel volgers nu hoor, op TikTok. Maar dat gaat er niet, ik heb filmpjes die worden miljoenen keer bekeken. En dat is belangrijk. Dat is de, dat is belangrijk. De,
Want de eerste keer lulde ik maar wat, weet je, op het vliegveld. En ja, toen kwam, stapte ik uit het vliegtuig en toen zei ze, moet je kijken, gek. Het is al 40.000 keer bekeken. Ja. Hè? Ja, maar je bent leuk om naar te kijken, Pim. Ja, dat is, volgens mij is dat hetgene wat ze leuk vinden. Ja, tuurlijk. En nu ben je dan zeg maar... En je bent authentiek, hè? Ja, dan ben je zeg maar... Kijk, dat Haagse accent, ik denk niet eens dat iemand jou verstaat wat je zegt, maar het is wel grappig, weet je wel. Ja, maar dat doe ik expres nog. Ja, ja, tuurlijk. Extra naar bovenop. Tuurlijk, tuurlijk. Maar Mar zegt tegen mij, jij uit Groningen, dat geloofde zij niet. Nee. Hoe komt dat dan? Jij komt niet van origine hier. Ja, mijn hele familie woont hier wel, hè. Oh, wel? Ja, jawel. Maar je hebt geen Gronings accent? Nee, ik ben opgegroeid in Purmerend. Oh, serieus? In de Oldenzaal. Mag even terug Purmerend. Ik heb daar 6 jaar gewoond. Mijn middelste dochter woont daar. Waar dan? Of mijn jongste dochter. Ik heb in Overweren gewoond. Overweren, ja, heb ik ook nog wel gewoond. Serieus? Ja, man. Koemarkt, alles? Ja, Koemarkt, ja. Dat is mijn markt hier. Hoe lang ben je daar geweest? Heel lang. Daar heb ik mijn hele... Mag je namen noemen op het film? Ja, tuurlijk. Ken je Joop van der Loo? Joop, tuurlijk. En hey, Joop! Nee! Kom bij Joop weer! Je hoort bij de Hollander band. Ja, ik heb nog bij Joop gewoond, man. Toen ik 17, 18 was en wat problemen thuis had, toen ving ome Joop die ving mij op. Dus je kent zijn kinderen ook? Barry, José, nou, ik zal niet meer namen noemen. Natuurlijk, tuurlijk. Oh. Ja hoor. En ken je dan ook familie Homma? Wesley? Ja, ja, zeker. Amsterdammers ook? Ja, zeker. Meen je niet? Wat dacht je? Ik heb er echt vanaf... Wanneer kwam ik weer terug naar Den Haag, Mar? 2015? Maar Purmerend is gezellig, toch? Ja, 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 ja. Ja. Ik heb daar 6 of 7 jaar gezeten. Mijn ex komt daar vandaan. Ja, ja, ja. Dus daar ben ik er toen heen. Ik heb ook wel een paar exen, hoor. Mijn jongste dochter, die is een Purmerendse. Hoe oud is zij dan? Zij is nu 10. Ja, die wordt 11. Oké. Okay. Die is echt vandaar. Ze zijn nu wel ietsje door buiten gaan wonen, hoor. Ze hebben een nieuwe vriend en ze wonen ietsje buiten Purmerend. Een kwartiertje er vandaan of zo. Maar zij zijn geboren daar ook? Nou, ik ben geboren in Oldenzaal. Ik heb op mijn 11e, 12e in Oldenzaal gewoond. Dus eigenlijk ben ik gewoon een boeskoopmerk, een tukker. Maar dat je echt opgroeit en de puberteit en in het begin van je volwassenheid. In Purmerend. In Purmerend, ja. Zo. Maar wil je gewoon even een flitsertje pakken of zo? Wat? Ik ken het hier, man. Ah. Hoe heet die andere wijk nou? Die nieuwe wijk, bij de Venne. Bij de Venne, ja. Ja, 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 ja. En ik vind de leukste buurt, vind ik die, de Gors. De Gors, ja, Gors is, ik ben Purmer-Noord ben ik komen. Oh, Purmer-Noord. Ja, ja, ja. Oh, daar zo, dat is ook nieuw. Bij Gelderplein, nee, dat is Purmer-Zuid. Dat is nog redelijk nieuw. Purmer-Noord is echt... Bij Purmerstein toch, voetbalclub? Nee, dat is weer een andere wijk. Of, Purmerstein is wel de Purmer-Noord club, Purmer-Noord is bij, waar... Speelpaleis zit. Dat weet ik niet meer. Ik denk niet dat. Kinderparadijs. Ja, 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 ja. Daar, ja, Monkey Town. Monkey Town. Ja, maar dat zat er allemaal nog niet toen ik daar woonde. Oh, toen nog niet? Nee. Hoe lang ben je daar weg? Nou, Hier hebben wij nog achter. Ook alweer 20 jaar. Ik ben 43, op mijn 23ste ben ik daar weggegaan. Ah. Ja. Ik zei nog tegen Mar, we gaan achter die konvooi zitten. En dan heb ik jou en zeg je, we komen onder begeleiding. Ja, ja. Was lachen geweest, hè, met de film. We moeten hier wel rechtsaf. Jij woont bij papa? Ja. We zijn net terug van Curaçao met z'n tweeën. Ja, ja, wat is er nou gepasseerd, joh? Lachen was dat. Ja, gekke jongen. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, ik wil sowieso altijd langer. Want... Maar ja, je zit met die schoolvakantie dingen en omdat je zelfstandig ondernemer bent, kun je buiten de vakantie een weekje. Ja, ja, ja. Maar nu hebben we een extra weekje gehad eigenlijk van ik zag die domme vragen al van, moet je niet naar school? Ja, ja. Maar ik ben zelf ondernemer, vroeger nam ik mijn kind altijd buiten de schoolvakantie mee. Ja, ja, tuurlijk. Ja, want als ondernemer moet je vaak in de vakantie doorwerken. Klopt. Dus, hoe was het daar? Ja, leuk man, leuk. We hebben een leuke tijd gehad, hè, Demi? Hoe lang zijn jullie nou geweest? 2 weken? Ja, ruim 2 weken. Ruim 2 weken, ja. En welk hotelletje dan? Ja, we hebben verschillende gehad. En we hebben ook nog even bij vrienden gezeten. En op het vliegveld ellende gekregen? Ja, maar het zat er al een beetje aan te komen, hoor. Want? Nou ja, kijk, ik had eigenlijk helemaal geen zin om naar huis te gaan. En toen ze de eerste keer die opmerking maakte,
van anders ga je vlucht missen. Toen dacht ik van ja, dan ga je even ja. Ze gingen uitdagen. Ze gingen mij uitdagen van dan ga je vlucht missen. Nou ja, toen heb ik het schepje erbovenop gedaan en uiteindelijk heb ik mijn vlucht gemist. Nou, dat kwam helemaal niet zo slecht uit natuurlijk. Was je in de stress? Ze was wel in de stress van die mensen. Die mensen die proberen haar allemaal een probleem aan te praten. Ja. Om wie haar vader is, snap je? Maar goed, dat is altijd zo. Dat boeit haar niet. Het kind is al hartstikke gelukkig. Kijk, in de jeugd hebben ze natuurlijk genoeg meegemaakt. Ja. Met mij. Daarom heb ik ook een heel tijdje afstand gehouden van mijn gezin. En niet omdat ik niet van ze hou, en dat weet Demi ook wel. Maar als je met bepaalde dingen bezig bent, dan kun je niet een gezinsleven leiden. Snap je? Maar ja, En die anderen dan, die wel bij moeders? Nee, allemaal. Allemaal, wij hebben dat gewoon 50-50, hè? Oh, beter. Alleen niet op papier. Gewoon normaal. Gewoon normaal geregeld, ja. Aardig bakkie, hè? Wel, 518 pk. Wat is er met die vorige gebeurd? Verkocht. Wel? Ja. Was Bima, toch? Ja. Beter. Dit is al Groningen. Dit is centrum, zijn we bijna, man. Ik ga achter me kijken. We doen even kijken, we rijden rechtstreeks door naar Schaap en Citroen. Oké, top. Dan pakken we die als eerste. En daar zetten we hem eruit. Gelijk? Ja, gelijk. Voor de deur daar? Voor de deur, ja. Waar wil je dan? Nee, laat lachen. Heb jij de telefoonsbar? Allebei. En dan hebben wij een leuke vlog hier voor de mensen. Leer ze jou een beetje kennen, Guido? Ja, beter. Iedereen vraagt zich natuurlijk af, wie is deze man? Heb je aan mij gegeven? Nou, ik kan je vertellen, Guido is een tof kerel, jongens. Ja, een leuk vrouwtje ook. We gaan lachen. Maar zo is het bij mij. En hoe is het bij jou begonnen? Corona. Corona? Corona, ja. Gewoon een beetje... Ik zit even te kijken, daar heb je van die stadswachten. Waar? Guido. Jawel. Waar zie je dat? Wacht heel even, maar zo. Oh, daar zo. Ik zie zo niet eens. Ik heb hem niet, maar. Ja, hè? Wat? Kijk, Guido, hier zit Schaap en Citroen. Dit is de winkelstraat van Groningen. Oh, dit is hem al. Jawel, ja, ook film maar even. Vol erin gaan gewoon. Ja. Kijk. Dit is leuk. Je bent VIP, Guido. Ik heb hem al. Beta. Helemaal goed. Gaan we even een mooi plekje zoeken. Hij heeft schaatsen. We kennen hier gewoon omheen, zie je dat? Maar dan krijg je een puntje, denk ik. Nee. Wij zijn VIP. Goed. Kijk, we staan hier onder Rolex. Hey, schat, hoe is ie? Hey, laat eens kijken dan. Ja, ik ben net. Zo'n vriendin van mij is net bevallen. Ah. Ja. Hi. Wauw, wat een poppie. Ik ga niet wakker maken hoor. Het is de liefde, hè? Ja, echt. Niet normaal. Ja, goed, met jou. Goed. Ja. Een dag geleden. Ja. Ik ga een filmpje maken met hem. Ken je hem? Wie? Exhibition only. Ja, hij zit altijd Rolex te fucken, maar ja, ik weet ook niet waarom. Gaan we nu doen. Hi. Prachtig. Maar je bent nog niet langs geweest, hè? Ik kom heel snel, Robin. Ik ben zo fucking druk. Ik ben net terug van vakantie. Ja, wij gaan alweer bijna verhuizen. Hoe laat? Hoe laat dan? Of wanneer dan? Hey liefie. Hey schat. Met die onze vriend echt snel. Alex. Voor de zomer gaan we nog weg. Oké, ik zie jou heel snel. Ja? Ik heb je nummer. Ja. Yes? Oké. Ik ga even naar jullie terug. Die mensen worden gek. Carlos! Woes! Schaap en Citroen, ja, Groningen heb ik. We zijn er. Oké, dan. Nou, ik ga deze vlog even afsluiten, mensen. Ja, ik ga met Guido even een paar leuke dingen doen hier. Woes!